was gelijk van, hey, ik ga go, ik heb je lang niet gezien. Het was heel veel energie dat wij samen, dat ons samen weer bij elkaar brachten. En ik zat toen in de politiek. En zij heeft me in contact gebracht met jullie allemaal hier. Sommige van jullie ken ik natuurlijk al heel lang. En Irma heeft mij eigenlijk meegenomen om dit op te zetten. We zijn opgestaan dus niet zo lang. En we starten toen met Global Human Rights Defense Amazon. Ze heeft mij eigenlijk heel veel bijgebracht. Zoals jullie zien staat er hier een foto die ik van haar geërfd heb. En buiten staan er nog meer dat ik van haar geërfd heb. Niet ik, maar de groep Global Human Rights Defense Amazon. En door haar heb ik mijn collega Guriel ontmoet. En er volgden nog meer. Maar wij hadden één ding. Wij baden tot Tamushi. En we hebben Tamushi gevraagd van iedereen die zuiver is, die gaat bij Global Human Rights Defense zich toevoegen. En degenen die niet zuiver zijn, die zullen wegvallen. En dat is in de loop der tijden ook gebeurd. En van een hele zwakke Arawakse vrouw, als wat ik ben, heb ik gedacht van ja, dit brengt mij niet verder, dat vredeliefende. Ik ben een activist in hart en nieren. En ik heb heel veel geleerd van mijn vriendin, mijn zus, Irma Barkiet. En zij heeft mij die push gegeven, maar op een subtiele manier. Soms deed ik wel mijn harnas aan, mijn pijl en boog, om te zeggen nee, dit zijn de grenzen en niet verder. En ik moet wel zeggen van, we hebben nu een hele mooie groep, nu bij elkaar. Ik ben de projectleider van Global Human Rights Defense. We hebben Uriel Sabayo, zij is de contactpersoon van Suriname en van Nederland. En zij heeft alles ook meehelpen tot stand te brengen. Ik ben heel erg trots op hoe zij gegroeid is. Mevrouw Christine de Vries, zij is arts. Zij heeft ons toegevoegd, zij is, heeft zichzelf toegevoegd, heeft gesolliciteerd. En haar opa die was kapitein van Washabo. Haar familie komt uit Apura. We hebben een coördinator, mevrouw Priya Rajmansing, tevens de directeur, een plaatsvervangend directeur van Global Human Rights Defense. We hebben Sherlyn Sanchez, ook een activist in hart en nieren. We hebben Johan Eckhart. Johan is onlangs meegeweest met Uriel naar de Calabas Creek. Hij heeft heel veel dingen op poten gezet. Dankjewel, Johan. En we hebben Wilfred Jubitana. Hij is op de achtergrond onze adviseur. Daarnaast hebben we Dean Jubitana. En even kijken, ben ik iemand vergeten? Nee, dat was het. Gelukkig. En degene die dit opgezet heeft, dat is de directeur en de oprichter, dat is de heer Sital. En Global Human Rights Defense bestaat uit verschillende groepen. We hebben inheemse groepen, waarvan dus de Surinaamse groep van Global Human Rights Defense Amazone Suriname. Dat zijn wij dus. En we hebben Colombia, even helpen, Peru en Brazilië. Die hebben zich toegevoegd aan ons en onze coördinator is... Nogmaals, mevrouw Priya Rajmansing. We hebben meerdere groepen, zoals Pakistan, India en nog andere groepen. Die, ja, dus het gaat om een mensenrechtenorganisatie. We hebben 80 juristen. We hebben stagiaires, trainees, mensen van de media. Celine is daar een van. Daar is er nog een van ons. We zijn een sterke groep en... Wat wij willen doen is de inheemse groep zichtbaar te maken. Wij zijn heel erg op de achtergrond, bescheiden. En dat moet nu ophouden. Wij moeten één vuist maken.
We zijn één. Ik kijk nu naar mijn broers en zussen. Ik verzoek jullie om zo snel mogelijk bij elkaar met Kubondro, dat we bij elkaar zijn. Mevrouw Markiet, dit is haar wens. En zij heeft zoiets van degenen die mee, niet mee willen gaan, laat ze. Ze zullen uiteindelijk zullen ze ons toch joinen. En ik dank jullie allemaal hier die affiniteit heeft met de inheemse groep. En die inheems is, als u nou van Waarom bent, Lokono of Karinja, we zijn allemaal één. En dat gedoe moet ophouden. Dat we elkaar, djugu-djugu is tussen ons. Dat moet echt ophouden. We zijn in een kleine groep, we worden niet erkend. Ze noemen ons de overige mensen in Suriname. Dat ook kan. Wij zijn de oorspronkelijke bewoners van Suriname. Onze rode beschaving is afgepakt. Afgepakt door de kolonisten. Maar ook degene die in ons land is gekomen als arbeiders. En we hebben ze welkom geheten. Dat is prima. Maar we hebben ons een beetje laten gaan. En vanaf vandaag zeg ik tegen iedereen. Hoe kan u in Suriname, Frans-Guyana, Nederland, Ubuntu Makandra, want tante Irma heeft dit gewild. En dat is mijn verzoek aan jullie. En ik kijk even naar mijn collega, wat wij op het programma hebben. De kapitein gaat ons spreken. Ik wil zo graag het woord teruggeven aan onze moderator voor vanavond, dat is mevrouw Uria Sawayo. Dankjewel, Diana. Applaus voor Diana, mensen. Mooi gezegd, mooi gezegd. En harde woorden. Maar misschien zijn die harde woorden nu ook wel nodig. Het is niet 11:55, maar het is 11:55. En we zijn blij met de komst van ons kapitein, mevrouw Wendy Sabayo en de heer Ligori. De heer Ligori die ongesproken, nog niet vastgelegde geschiedenis heeft of gedocumenteerd heeft van ons volk. En het wordt tijd dat het naar buiten wordt gebracht. Het wordt tijd dat het erkend wordt. Het wordt tijd dat er over gepraat wordt en dat onze geschiedenis herschreven gaat worden. Hier is hij ook mee bezig. Hij is een man van 72 jaar, mensen. 72 jaar. En dan kan ik alleen maar zeggen, hier kan ik mijn steun aan geven. Hij heeft nog heel veel te zeggen. Gaan we weer naar wijlen tante Irma. Ook zij had nog heel veel te zeggen. Zij was nog niet klaar. En ik wil het niet zo ver laten komen dat deze man niks gaat uitspreken. Vandaar dat hij hier ook straks gaat spreken. En hij gaat mooie feiten, spiritueel ook, mijn ding, naar voren brengen. En hiermee ook jullie allemaal te raken. Ik ga het woord geven aan onze kapitein. Die zou eigenlijk een presentatie geven op de beamer, maar helaas is dat niet gelukt. Maar nog wel evenwaardig wat ze te vertellen heeft. Mevrouw Wendy Sabayo, kapitein van ons MATA. Applaus. Nogmaals, goedenavond. Zo beginnen, wie ben ik? Ik kom van het dorp Koropa, Mata. Koropa is de oorspronkelijke historische naam van ons dorp. Mata heeft ook een historie, maar daarover kunnen we hier niet uitweiden. Maar ik geef het gewoon door dat onze oorspronkelijke naam Koropa is. Ik ben een vrouw die heel hard heeft gewerkt. Ja, aan mijn eigen ontwikkeling, laat ik het zo zeggen. En dit geef ik door ook aan de jongeren, inheemse jongeren. Omdat ik uit een drop-out situatie ben gekomen, heb me in het onderwijs ben ik verder gaan
studeren. En ik heb de boslandakte afgemaakt, daarna de onderwijzersakte. Ik heb de hoofdakte gedaan en het afgelopen jaar mocht ik afstuderen als pedagoog. En ik ben onlangs, ja, op 12 februari, ben ik dan aangewezen als het dorpshoofd van ons geliefd dorp Coropa. En er staat heel veel te doen voor het dorp. Ik wil enkele zaken aanhalen. Ik wil mijn dorp hierbij even belichten. Jammer genoeg kon die presentatie niet plaatsvinden, maar ik ga het dan zo doorgeven. Voor degenen die ons dorp niet kennen, wil ik toch een beeld schetsen waar het ligt. Het ligt ongeveer 15 kilometer verwijderd van onze luchthaven Zanderij, richting Cola Creek. Wij hebben een aantal inwoners van 575. We hebben een lagere school ter plekke van ongeveer 100 leerlingen. Het is de basisschool. En wat ik kan meegeven is dat ik ook schoolleider ben van onze school. En de resultaten die zijn elk jaar heel goed geweest. Ja. En voor de overige studenten, we hebben op VOJ niveau, dat is na de lagere school. Daarna hebben we VOS, dat is de middelbare school. En ik mag zeggen dat onze jongeren heel goed op weg zijn. Je hebt nu enkele op de universiteit. Dus ik zie dat wat onderwijs betreft, dat we langzaam de ladder klimmen om daar te zijn. En ik geef altijd door van niet daar blijven, wij moeten proberen om hoger op te komen. Dus daar lukt het wel. Verder zijn er ook andere activiteiten. Zeg maar in de agrarische sector, omdat u weet dat ons dorp van oudsher aan landbouw doet. En de traditionele producten die wij planten, dat is ananas en cassave. Dat zijn de hoofdproducten. Natuurlijk worden er ook andere zaken geplant, maar die twee producten zijn onze hoofdproducten. En onlangs, zeg maar afgelopen jaar, zijn we andere uitdaging uitgegaan en dat is het telen van marpoeza. En de mensen die als eerst hebben geplant, een pilot, daar loopt het heel goed. En we willen verder gaan met het ministerie die ons daarbij nu begeleidt. Dat is de minister van LVV en wij kregen de ondersteuning. En ik mag niet jokken. De plantjes dragen nu vruchten en er wordt lokaal verkocht. We maken ons eigen sap daaruit. We maken de mensen zijn zo creatief dat er nu ook marpoesataart wordt gemaakt. En zo zie je, het is een nieuw product voor ons, maar ja, wij gaan ervoor om het ons ook eigen te maken. Want dit is niet een product dat wij gewend zijn te planten, want er zoveel zorg, zoveel ja, kosten aan verbonden, maar dat schrikt ons niet af, wij gaan ervoor. En ook op een ander vlak, op dit moment hebben we ook een project dat door FAO wordt gedaan. Het is, dat project is goedgekeurd en daarin doet men ook mee. En ook op andere gebieden willen wij ook gaan werken. Dus dat zijn de activiteiten die nu gaande zijn. Maar wij hebben ook vooruitzichten voor het dorp. En dat is op verschillende gebieden. Op onderwijsgebied, ja, in samenwerking met OSIP. OSIP staat voor de organisatie Samenwerkende Inheemse in Para. Daar ben ik ook lid van. En door OSIP zijn we in contact gekomen met de minister van LVV, waardoor we die ondersteuning ook krijgen. En nu zijn we bezig om de taal, onze taal, de Arawakse taal, met iemand hier uit Nederland, waarmee we contact hebben gelegd, die ons wil helpen om via de moderne technologie
over te brengen aan onze jongeren. En die gesprekken heb ik de afgelopen week ook hier gevoerd in Nederland. Dus dat loopt goed, dat is al voor ons cultuur behoud. En verder ook een ander project dat wij voor ogen hebben is dat wij distance learning, dat willen toepassen in ons onderwijs. En dan wordt mijn school dan een pilot school. Verder, ook voor de studenten van ons, wij hebben voor de studenten een studentenfonds opgericht. En daar mogen de ouders geld lenen en dat betalen ze terug. En dat is tegen een heel soepele rente. Dus waardoor ze de weg naar de bank niet hoeven te bewandelen met zoveel papieren, moeten ze dat overleggen. Dus dat hoeven ze dan niet te doen. Dus dat hebben we reeds, maar het moet versterkt worden. Ook willen wij voor de toekomende tijd ook kijken naar de ouderen, de oudjes onder ons, laat het zo noemen. Omdat wij hebben gezien, we hebben opgemerkt dat er ondersteuning nodig is. Want je hebt bijvoorbeeld dat we ouders hebben die naar de stad moeten, die hun boodschappen moeten doen. Maar daar is er niemand om ze te begeleiden. Dus we willen ook voor hun in de toekomst een fonds gaan creëren. En er is zoveel te doen, dus ik kan het hier niet uitweiden. Maar dat zijn zaken die wij voorop hebben gesteld, die ook prioriteiten heeft voor ons. En wij hebben ook voor ons dorpshuis, Washikwa, zo wordt het genoemd, is ons huis waar wij vergaderingen houden, waar we trainingen laten verzorgen, alle activiteiten die daar plaatsvinden, hebben wij deels laten opknappen. En dat hebben we uit onze eigen middelen gedaan. Wij hebben ook in ons dorp het afgelopen jaar, toen was ik nog geen dorpshoofd, maar ik was waarnemend, en toen hebben wij ook de wegen, de binnenwegen in het dorp, hebben wij uit onze eigen middelen aangepakt. En als u nu naar Matta gaat, dan ziet u de hoofdwegen die in het dorp naar binnen gaan. En dit hebben we gedaan omdat we hebben gezien van jaar in jaar uit wacht je op de overheid en er komt niks los. En met de gelden die wij toen hebben opgespaard, hebben wij gezegd, wij gaan het zelf aanpakken. En zo hebben wij een machine gehuurd en we hebben het ingezet om de wegen in ons dorp aan te pakken. Waardoor de kinderen nu met droge voeten naar school kunnen gaan. Want al die jaren moesten ze in water, zwam lopen, 4:30 in de ochtend, dan is het nog donker. Dus dat stukje hebben we dan kunnen oplossen. Maar natuurlijk is dat niet alles. We willen verder gaan en dat is het verharden van de binnenwegen. Want wanneer het droog weer is, dan heb je muilzand, dan zitten die auto's weer vast. Maar dat zijn zaken die wij op papier hebben die dan aangepakt moeten worden. Ja, en natuurlijk vechten wij ook voor erkenning voor onze rechten op de gronden. Want wij zeggen de gronden zijn van ons. Ja, die wij hebben gehad van onze voorouders. En die willen wij voor inzend verliezen. En het is een zware strijd die wij moeten strijden. En in dat verband zitten wij ook weer. Zitten wij in de organisatie, wij ondersteunen ook de organisatie OZIP, want zij voeren het woord namens de dorpen. En ja, ik weet niet als je een idee heeft wat wij allemaal meemaken, maar ik wil gewoon een voorbeeld hier aanhalen wat ons allemaal overkomt. En ik wil gewoon uitgaan van mijn dorp, mijn dorpssituatie. Wij kwamen onlangs een kwamen wij te weten dat er gronden uit ons grondgebied, met name 203 hectare, zo'n groot stuk, dat is uitgegeven zonder ons medeweten. Wij wisten van niks. En toen het werd ontdekt, hebben wij als volk gezegd, nee, het is van ons. Die meneer zwaaide met zijn papieren zo
naar ons toe, maar wij zeggen, u mag met uw papieren daar staan, maar wij zeggen, het is van ons. En zo hebben wij met het volk, ja, zijn we er tegenaan gegaan. En tot in het heden heeft hij daar geen activiteiten meer kunnen ontplooien. Maar dit haal ik aan, is om aan te geven dat wanneer wij als eenheid achter iets staan dat ons toekomt, dan kunnen wij wel ja, de strijd ingaan. Ja? Dus dit geef ik aan, alleen om te weten hoe wij daar in Suriname te maken krijgen met wat onze gronden betreft, dat het wordt uitgegeven. En daarom staan wij ook achter de strijd van, wij willen gaan voor de erkenning, dat mensen ons erkennen dat wij de eerste bewoners zijn van Suriname. En dat wij ook erkend worden in de grondwet, dat wij, dat het daar opgenomen moet worden, dat wij de eerste bewoners zijn. Ja? Tot zover een kleine toelichting van de situatie in Suriname. Dank u wel. Dank u wel voor de tijd. En ja, ik wou al eerder applaudisseren, want ik kan het alleen maar toejuichen. We gaan het niet alleen voor de grondrechten, maar ook gewoon voor de erkenning van dat wij de eerste bewoners zijn van Suriname. Dus we gaan dat gewoon neerzetten. Dank u wel. Wat ik uit het verhaal hoor is, onderwijs is gewoon heel belangrijk. We gaan onszelf moeten daarop moeten gaan richten. Onze kinderen daarop moeten gaan richten. Maar ook onze plek in de maatschappij, in deze westerse beschaving, zoals Omni gewoon iets zegt, gaan moeten innemen om mee te kunnen. Onderwijs is belangrijk, maar ook zelfinitiatief, wat ik merk uit het verhaal, wat hij vertelt over Mata. Zelfinitiatief is heel belangrijk. Ik ga dan over naar zelfleiderschap. Ken jezelf, weet waar je vandaan komt, weet waar jij voor staat. En van daaruit verder kan je nooit losraken van waar je bent. En dan schrikken misschien heel veel mensen dat ik zeg spiritualiteit. Maar dat is juist de spiritualiteit, dichter komen bij jou. Daarmee kom je dichter bij jezelf en dichter bij alles. Wat wij als eerste bewoner van Suriname hebben meegekregen om voor te zorgen, Moeder Aarde. Om die verbinding nog sterker te gaan maken. Dus mooie woorden, mooi gedaan. Dank u wel, kapitein. En we gaan nu over naar meneer, de heer Ligori. Wat ik zeg, hij is nog niet uitgesproken. Hij is niet uitgesproken. En nog veel te doen. Ik bewonder hem. 72-jarige leeftijd en hij hobbelt gewoon nog achter mij aan. En doet gewoon nog mee. Maar ook hij heeft een doel. Een doel, een onderbuikgevoel, een gevoel, een gevoel. Ik denk die velen van ons gewoon niet los kunnen laten. Want er is iets wat gewoon nog niet helemaal goed zit. Het zit niet goed. Je zit niet lekker. We kunnen niet lekker zitten. Onze kleinkinderen. Ik laat me over mijn kind praten. Die krijgt het nog niet helemaal mee. Maar ik giet het er met een paplepel in. Maar er zit ergens nog iets niet goed. En ik kan heel diep gaan hierin, ga ik niet doen, ik ga meneer Ligori hierover laten spreken. Maar we gaan gehoor geven. Dat is wat wij doen. Als vrouwen hier, mooi kapitein, Moeder Aarde, versterken in die vrouwenenergie. Om dat op te pakken als creator. Het is de tweede keer dat ik dat zeg. Maar we gaan het wel doen. Maar we gaan eerst luisteren naar de heer Ligori en de statement die hij gaat maken. Dank jullie wel. Meneer Ligori. Nogmaals, goedenavond. En ik ben blij dat er voor gehoor gegeven is om toch vanavond hier te zijn. Om te horen wat wij dus dan naar u willen presenteren. Ik ben Alwin Ligori, zoals dat al bekend is, van huis uit organisatie en bestuurkundige.
Ik ben in Nederland gekomen op uitnodiging van de Universiteit van Maastricht. We hebben samengewerkt aan een project herstelrecht. En ik vind het zo belangrijk, herstelrecht, omdat wij als inheemse vele zaken nog moeten gaan herstellen. En dat moeten gaan opeisen en afdwingen en ook deze identificaties opeisen om onze identiteit te presenteren. Vandaag ga ik een algemene beschouwing van steekhoudende feiten doorgeven die we door de dagen die we presentatie hebben gehouden, hebben gepresenteerd. We gaan praten over het verborgen en de doodgezwegen geschiedenis van de rode beschaving. De dringende vraag naar kennis en informatie over ons volk, over ons volksbestaan innoveerde mij, namelijk hieraan deze roep te voldoen, door middel van fragmenten te belichten uit verzamelingen van documentaties vanuit de inheemse belevingshoek, uit het tijdperk van onze verre verleden, op dit aan ons oerstamvaderen geschonken continent, conform de scheppingsgeschiedenis, welke door hun gesticht is onder de naamgeving van Mapranam Amiana, hetgeen betekent broederschap, imperium, staten zonder grenzen. Dit is ons verzwegen en het hinderde me, want ik heb alles gedaan, om onderzoeking gedaan, om te komen, want in hun boeken schreef, het continent had geen naam, maar het is een continent dat heel ontwikkeld was, met grote kastelen, rijkdom. Dus ik dacht, we moeten dat gaan onderzoeken. Dit continent, Mapranam Amiana, behoort aan ons, Mapranische volken, die Amiana's zijn. Dus, waarom wij dit willen aanduiden, is dat wij onze identiteit terugkrijgen. En dat wij dus dan meer en meer ons gaan presenteren als Amiana's. Dus een uitgestrekte landschap dat bewoond werd door ras-echte mooie volken die schitterden met een charmante rode huidskleur. Mensen die uniek waren met een hoge beschaving, die allemaal verantwoordelijk de aangewezen poortwachters waren van het kolossale natuurmonument van bosrijke gebieden die hen omringden. Daarom kunnen wij dus daar niet toelaten dat onze natuur beschermd en natuur vernietigd worden. De inheemsen vernietigen hun natuur, het natuur niet, de natuur niet. In dit kader lijkt het mij, onder de gegeven omstandigheden, nemen de Oezanse zeker nuttig en noodzakelijk dank uit te brengen aan degenen die auteurs zijn van deze zo uitgebreide speurwerk van hun verzameling, welke bestemd waren voor het uitgeven van een boek met als titel
een sprong in het verleden. Helaas heeft dit vanwege financiële omstandigheden niet tot uitvoering kunnen komen. Bij deze noem ik dan de namen van de heer Robert Kiban, vader van de inheemse politiek, cultuurdrager en belastingsconsulent. De heer Pichot, ondernemer en activist. En de heer André Cyrino, tuinbouwkundige, ingenieur, architect, geschiedenis- en kinderverhaalschrijver. Om hun van deze plaats te herdenken. We hebben net een minuut stilte al genomen. Dus we gaan het niet weer vragen om het te doen. Maar bij deze sluit ik ook mijn zus Irma Markiet aan deze herdenking. Vanwege het feit dat ik persoonlijk Irma niet heb gekend. Maar zij wel. Zij kende mij van nabij. Ik weet niet hoe, want zo schreef ze aan mij. En het bericht dat ze was ingegaan, heeft me geschokt. Maar ik wist niet dat zij reeds de rode loper voor mij reeds klaar had uitgerold. Vandaag ook ik gedenk haar. En dat wij dus dan dit verder moeten doen zoals dat een traditie is van onze voorvaderen om onze strijders te gedenken en in ons hart een plaats geven en verzegelen als nationale held. Nu is de vraag, wie waren de inheemse volken van dit continent? Maparanong Ameyana. Het zijn vragen waarmee we ook zitten. Dat wij dus dan met u willen delen. Het zijn volken die afstamden van het oervolksras de Tunos. Die gerekend werd tot de natuurrijkdom, de dragers van de natuurkennis met een sterke spirituele achtergrond, toegewijd aan de allerhoogste verstandwezen door hun opvatting over wat moreel gezien het onderscheiden van goed en kwaad. Welke ethische waarden fundamenteel hun geloofsovertuiging beïnvloeden op hun zedenleer, de Kihika. Door middel van de Kina-meditatie. Dat betekent het aanwakkeren van de diepere spirituele geest in jou. Die de sleutel bezit om tot de ontdekking van jouw grotere doel te komen en richting hieraan te geven in het leven. Dat was toen waarop de geloofsovertuiging van de rode beschaving gebaseerd was. Hetgeen betekent dat de poort of de weg dat zich rechtstreeks verbindt met de oerbron van de spirituele kracht van de schepper, de grote geest. De Tunor, hetgeen betekent de mens, die heel machtig waren op het geestelijke vlak, in en boven de natuur. De Tunor hadden toen hun eigen systeem van leven met goed vooruitzichten op de toen en werkbare maatschappijstructuren met eigen historie, cultuur, gezag, grondgebied, rechtssysteem, ontwikkelingsprioriteiten en zelfbeschikkingsrecht,
om zelf te beslissen als soeverein in traditioneel natuurleefgemeenschappen. Zonder beperkende leefattitude van begrenzing die hun recht als leefgemeenschappen aan banden legt. Wij kennen geen grenzen. Wij hebben het land verkregen zonder grenzen. En daarom zeggen ze, we kunnen onze wil als mens niet gaan plaatsen om grenzen te maken. En daarom hebben ze gesproken over Mapranium. En dat is grenzeloosheid. We leven met elkaar gemeenschappelijk en zorgen om de opdracht die wij hebben gehad van de Grote Geest, deze uit te bouwen over het hele continent. De universele taal was toen de tonora, welke de klank beïnvloed werd door het Sanskriet, het zingend geluid. Het collectieve dicht op elkaar samenleven bracht veel spanningen onder de gemeenschap teweeg, waardoor het ruzieën onderling splitsingen veroorzaakte en de groepen trokken weg en gingen hun eigen gemeenschap vormen, die zich hebben onttrokken van de normale gewoonten van de voorouders en zelf hun eigen week gingen stichten. Hun cultuur groeide uit tot een verkapte vorm van het traditionele wijze van het leven van de Tunas. En hun taal gebruikt werd dan een dialect ook uit de Tonora. Deze op hun beurt voerden onderling oorlogen tegen elkaar om grondgebieden. Echter mag gezegd worden dat de rode beschaving wel een hoger niveau in het ontwikkelingsgebieden bereikt hebben. Het rechtssysteem was optimaal, goede functionerende bestuurvorm, geneeskunde, architectuur, schepenbouw, landbouw, natuurbeheer, geestelijke ontwikkeling en telepathische communicatie. Middels hun traditionele educatie op basis van natuurwijsheden, dat is dus de oeroude scheppingsgeschiedenis van de rode beschaving. Waarna zij in alle hoeken van hun continent hebben verspreid. Om precies te zijn, het noorden, westen, zuiden en oosten. Van daaruit ontwikkelden zij zich tot de modernste steden die voor veel bewondering zorgden onder de bemanning van de vroegere bezetters, zoals Mexico, Peru, die tot grond af werden gebroken om van daaruit een nieuwe cultuur en geloof te vormen. Het cultuur en geloof van de ontdekkers die zich bewapende had met het ontdekkingsrecht, de papabul, dus opdracht van de paus. De doctrine of discovery, de pauselijke bulls of discovery, uitgesproken door paus Alexander de VI in 1493. Het werd voorafgegaan door pauselijke decreet van Nicolaas de V.
dat als titel geeft Romanus Pontifex op 8 januari 1455, waarin koning Alfonso van Portugal werd gemachtigd door de paus om Afrika en daarbuiten te veroveren en zich in te laten met slavenhandel. De ontwikkelingsleer van de geldende internationale wet die ontdekkingsreizigers toestemming gaf om braakliggende land, welke genoemd werd Terra Nullius, te claimen in naam van hun soeverein, leeg land, werd dat genoemd. Dat wat niet door christenen werden bevolkt. En als wij dus dan logisch dat gaan bestuderen, dan zien we dat niet klopt. Want als zij zijn gekomen en hebben mensen getroffen in ontwikkelingsgebied, dat zij zelf een jaar hebben met hun hebben gewoond om een jaar daarna terug te gaan met vele beloftes aan de mensen. Dus je weet dus dat het is diefstal en vertrapping van de rechten van de inheemse. Als de gronden niet door christenen werden bezet en waren de inwoners heidenen hadden geen gronden en kon gedefinieerd worden als ontdekt en kon de soevereiniteit, heerschappij, titel en juridische juridictie worden opgeëist. De inwoners konden in slavernij worden geplaatst. En zo kwamen, hebben ze dus aan de Amerianas gemaakt tot slaven. Onder druk van wapen, criminele daden en genocide. Wij zijn de Amerianas? Ja. Dat was dus dan de naam die wij, zo was ons land genoemd. Amerianas. Dus Maparanische volken, de Amerianas. En nadat zij dus dan terug zijn gekomen met wapen, zijn we onder druk, marteling, alle criminele wijze hebben ze opgeëist dat wij ons naamgeving niet mochten gebruiken. Omdat wij dus dan vergeleken werd als niet zijnde mens. Dus ze mochten gevangen genomen worden en in slavernij geplaatst. De gevolgen van deze leer heeft tot de dag van vandaag nog steeds grote gevolgen voor de Amerianas. Ook volken, de Amerianas van Suriname, want ook dat is vervalst. Ze hebben gezegd Suriname, het is geen Suriname, het is Suriname. Deze leer werd de basis voor de wetgeving op gekoloniseerde grondgebieden. Na de kolonisatie werden de gronden verdeeld en werden er wetten geplaatst. Dus eerst de man kon naar een Bijbel, ze zijn met de Bijbel in de hand gekomen, met de kruis en de sabel. En later geïmporteerde wetten die zeggen dat gronden behoort tot overheden. Op deze manier is Suriname ook afhandig gemaakt van de authentieke bewoners
Wij waren de authentieke bewoners en we zijn er tot de dag van heden. Een nieuwe cultuur, een nieuwe wetgeving die alle gronden op naam zette van de staat. De staat was dus de eigenaar van alle gronden, dus de wetten die de kolonisator heeft ingevoerd voor ons volken. De levensfilosofie van de oorspronkelijke bewoners op gronden is dat de gronden door de schepper zijn gegeven om ervoor te zorgen en in goede staat achter te laten voor de zevende generaties. Echter, door die vernietiging kunnen we niks laten voor de zevende generatie. Maar we zijn er nog steeds en we zullen er zijn. En nu is het moment dat wij hier aan beginnen. Anders, dezelfde kennis van ons wordt overgenomen. Onze spiritualiteit wordt overgenomen door anderen. En die zullen naar buiten komen met onze waarde, onze identiteit. Als wij dit zo laten zoals het nu is en blijven in de mens geloven, vredelievend zijn en vrijheid, we zijn vrijgevend, ja, je mag het meenemen. Al deze dingen moeten wij overboord gooien. Nu, we moeten zakelijk zijn, omdat wij in een zakelijke wereld nu leven. De Rode Oorlog. Nadat zij ons hebben onze cultuur, onze beschaving hebben vernietigd, is het niet zo gebleven dat wat zij hebben geschreven, de inheemse of de Indianen, waren zwak. We zijn geen Indianen. En we zijn ook niet zwak. We hebben gevochten voor vrijheid. Het is niet zo dat zij een dag hebben gekozen dat zij ons vrij hebben gemaakt. Nee, we hebben gevochten. En er is veel gebeurd en er is veel onderzocht die nog naar buiten moet komen. De Rode Oorlog. De strijd tegen de bezetters op ons grondgebied is niet zonder slag of stoot verlopen. De authentieke volken hebben zich hevig verzet. De bekendste is de Rode Oorlog die gevoerd werd tegen de kolonisten. In deze strijd werd er gebruik gemaakt van guerrilla technieken en waren bekende strijders van ons, daar hebben we het over Suriname. Die vanuit Para, Komowene, Suriname, Saramaka, Kopenama, Wayambo, Nikeri, Quarantijn opereerden. Onze helden die stand hebben gehouden, zoals Kai Kusi, Aribari, Tunai, Priari, Ararika, Warai. Warai is een van de leiders van de Warhaus. Er werd later ook alliantie gevormd met de tot slaaf gemaakte die de plantages ontvluchten en die een veilig onderkomen vonden bij de oorspronkelijke bewoners. Maar dit is het tweede deel van wat wij nu presenteren. De vredes en het verdrag Concordari bracht een einde aan de Rode Oorlog en de Rode Slavernij.
dit ontbreekbare verzet tot de kolonisten heeft geleid tot het eerste vredesverdrag op Suriname, grondgebied tussen de kolonisten en de drie inheemse groepen. De Carinas, de Loconos en de Waraus in 1686. Het vredesovereenkomst hield onder andere in dat de inheemsen, of de authentieke volken, mochten niet meer als slaaf gebruikt en verkocht worden. Zij mochten zich vrijelijk bewegen op de gronden in elk deel van de kolonie. Want het was al kolonie. Zij moesten slechts aangeven waar zij verbleven en hoe groot hun gemeenschap was. Dus ze waren vrije volken. De gevolgen van de kolonisatie in het licht van het historisch onrecht. Doordat wij op geen enkele wijze zijn betrokken bij het tot stand komen van de onafhankelijkheid van Suriname, is onze rechtspositie als rechtspersonen der oorspronkelijke bewoners niet in de grondwet vastgesteld. En dat is de strijd die wij voeren, want die dingen zijn er. We eisen erkenning en dat wordt niet op een dienblad opgediend, maar je moet strijden. We zullen ervoor moeten strijden en de strijd die we zullen voeren is niet gebaseerd direct op wapen, want wij, de inheemse volken, zijn het niet de volken die een zware wapen hebben gefabriceerd. We hebben onze wapen waarmee wij jagen en eventueel een oorlogje voeren, maar niet om vernietiging. Dus de afspraken die er zijn gemaakt met de Nederlandse overheid, opgenomen in het vredesakkoord van 1686, is nog steeds van kracht. Maar ze hebben aan ons gezegd, wij kunnen het vredesakkoord niet meer gebruiken vanwege het feit dat het verjaard is en niet opgenomen is tijdens de onafhankelijkheid. Zo zien we hoe men dus dan omgaat met ons. Want door de passiviteit en dat wij niet in opstand komen, gebeuren dingen vlak voor ons en we laten het toe. Dan gebruik ik dus dan een citaat, een uitspraak van de paus. Veritas odium parit. Hetgeen betekent de waarheid baart haat. En daarmee zijn we nu geconfronteerd. Gebruikende hun eigen taal, hun eigen zienswijze, hoe zij ons hebben vernietigd. Dat gebruiken we weer, maar het komt over als haat. Echter, dat mag ons niet weerhouden om de strijd voort te zetten. Maar wij zullen ons moeten versterken in de spirituele geest. Ik dank u. Dank u wel, meneer Gori. En ik kan nog een keer een applaus alsjeblieft voor deze meneer. Voorrecht dat hij bij mij slaapt, hè? Dus dat kan je zien, ik heb wal onder mijn ogen, ik heb gewoon oren tekort. Maar
Zijn jullie het met me eens dat hij gewoon veel te vertellen heeft? Ja hoor. Dat dit echt vastgelegd moet worden voor om ons ook kracht te geven. Kracht uitputten. En ik spring 3 keer een gat in de lucht, want de spirituele strijd, mensen. Ook daarin worden we bijna voorbijgelopen. Want ook, ik moet het gewoon zeggen, ook de witte man heeft die, wil die, we zaten bij een, in Maastricht bij hem, bij zijn andere project waar hij eigenlijk voor is gekomen. En ook daarin werd benoemd dat ook in de kamer ze spiritualiteit willen gaan toepassen. Ze willen dat gaan onderzoeken, ze willen dat gaan meenemen. Ze willen dat gaan ownen, ze willen dat gaan gebruiken. Dus ik zeg nogmaals, het is niet 5 voor 12, het is 1 voor 12. Niet alleen hier, maar ook in Suriname. En we hebben niet heel veel, we hebben niet 1 strijd te strijden, maar op heel veel vlakken. En daarom nodig ik ook iedereen uit om eigenaarschap te nemen van zichzelf, leiderschap in jezelf en daarmee met elkaar. Want we hebben ieder nodig. Storytelling is nodig. Vertel je verhaal. Onze verhalen gaan weg. Die zijn er bijna niet meer. Maar veel te vertellen heeft hij en hij is nog niet uitgesproken. Dit half uurtje is gewoon te weinig. Maar ik weet vast en zeker dat jullie vol zitten met vragen. Dus ook nu nog even een vragenronde. Stel je vraag gerust. Blijf geen enkele vraag stellen. Stel je vraag. Misschien zit je ergens mee. Misschien wil je ergens bij helpen. Misschien wil je iets weten. Nou, ik heb 1 miljoen vragen. Maar nu even niet. Nu is het tijd voor jullie. Stel je vraag. Steek je hand op. Yes, hij werkt. En we hadden heel veel vragen. Mevrouw, ik ga weer beginnen. Goedenavond en bedankt voor uw lezing. Heel interessant. Ik heb nog heel wat te leren van u. Ik wil u vragen, de 7e generatie, welk jaartal is dat? Ga even staan, Patricia. Ik sta. Ik ben klein. Stel je voor, Patricia. Goedendag, hier Patricia Hoogdorp. Moeder van 3 kinderen. Ze zijn alle 3 ook bijzonder. Dus ik weet, wij hebben die spirituele kracht. Ik voel het ook, iedere dag. Dus daarom wil ik van u weten, die 7e generatie, welke leeftijd is dat? Want kan je die nieuwe ook erbij rekenen? Want ik weet, ik heb kinderen die zijn hier geboren, maar Suriname zit in ze. Ze hebben al die spirituele kracht, ondanks dat ze hier geboren zijn. Ik zie die wijsheden iedere dag. En ik merk het ook bij mijn kleinkinderen. Ik heb namelijk oude zielen. Ik heb met oude zielen te maken. Dus ik wil je vragen, wat is die 7e generatie? Welke leeftijd? Hoor ik daar ook bij? Ja. Volgens onze telling. Volgens onze telling is dus dan elke generatie 300 jaar. Dus we beginnen na 1492 300 op te tellen. Want en daarom zeggen we zijn 1 voor 12. Want als we nu niet beginnen, dan zijn we laat, omdat wij dus dan geen dagen of maanden of een jaar achteruit zijn. We moeten eeuwen inhalen en dan moeten we nu beginnen. En 1 generatie is 300 jaar. Vanaf 1492. Ja. Dankjewel, dankjewel voor je vraag. Iemand anders nog een vraag? Ja, ik ga bij mevrouw. Heb je een doosje, Janine? Ik zou graag
willen weten hoeveel oorspronkelijke Indianen er nog zijn. Want tegenwoordig heb je zoveel mixen. Dat is inheemse. Ja, inheemse. Hoeveel Amerikanen zijn er nog? Ja. Ja. En dat kunnen we niet zo aangeven hoeveel er nog zijn. Maar dat wij nu beginnen is dat wij ons gaan vormen. Want op mijn eerste lezing, in mijn eerste lezing heb ik dus dan gegeven wie is een inheems of een Amerikanen. Het zijn mensen die zich, ik kan een puur inheems hebben of een Amerikanen met sluikhaar, alles, maar heeft geen hart voor de strijd van de inheemsen. Terwijl een ander die niets heeft of half is en hart heeft voor de strijd, dan zien we dat als inheemse. Ja. Applaus, applaus. Laat je horen, hè. Ik wil het wel aanvullen. Die vraag is mij gesteld. En wij zijn benaderd door Suriname, door het archief van Suriname, om dat te gaan onderzoeken. Natuurlijk zijn we allemaal gemixt nu. Er is niet echt een volbloed inheemse op dit ogenblik. Ik voel mezelf wel inheems, in hart en nieren, en daar gaat het om. Wij zijn allemaal op dit ogenblik hier, die nu hier aanwezig zijn, inheemse. Ook degene die nu kijkt in Suriname, Frans-Guyana, in Nederland. Degene die affiniteit heeft met de inheemse, is inheems in onze harten. Dank u wel. Nog iemand een vraag? Ja, ik hoor het woord Ame vaak terugkomen in Amerikanen, Suriname, Amerika. Heeft het ook een bepaalde betekenis? Amerikanen betekent dus dat we, maar paranoem Amerikanen, zo was dus dan de naam die gesticht is door onze oervader, van waar wij allemaal uitstaan. En dat is een imperium van landen zonder grenzen. We hebben geen grenzen, we zijn het zo komen ontmoeten en de grote geest heeft het aan ons toevertrouwd zonder grens. Wij hebben ons grens wel in hoe wij dus dan dat zien. De rivieren, de kreken, de bergen vormen de grenzen van ons. Maar niet dat wij dus dan zeggen, dit is de grens en je mag niet overkomen. Zoals de Portugezen en ook de Fransen. Want die worden niet genoemd. Dus ze zitten rustig in een hoek. Hey, ze noemen ons niet. De Fransen hebben zich ook schuldig gemaakt aan de grenzen. Dankjewel. Staan, stel je voor. Ja, goedenavond, Heilige Dakaba. Ik ben Olivier Pisswane. Allereerst mijn excuses. Ik kom uit de Amazone nu gereden van Nederland. En heel Utrecht was op minstens een snelweg dan. Vanuit de hoogte van Utrecht was geblokt. Dus excuses, maar ik weet dat de spirits hun werk doen. Dus alles heeft een reden. Ik wil de familie in ieder geval als eerste mij goed doen. Heel veel sterkte, want in feite hebben we weer een herdenking, een herinnering. En ook aan Irma, onze zus, de moeder, de grootmoeder, tante.
Ik heb een vraag, want ik heb een aantal dagen al meegelopen. Met deze groep, de organisatie. Ja, ik ben nog bereid nog een stukje te doen met de maraca, maar dat is aan de organisatie. Ik heb een vraag. Alwin, onze grote broer, jij bent al een aantal dagen onderweg. Middels lezing, middels ook één-op-één gesprekken. Wat is de volgende stap die jij voelt dat het te maken is in Suriname? En wat is de volgende stap waarvan jij vraagt, tenminste aan ons zal aanreiken, hoe wij één geheel kunnen gaan maken? Want het is nu versplinterd. En dan heb ik het niet over de stichtingen en de organisaties en muziek en cultuur. Zoals je weet is tijd voor spiritualiteit. Dat is gegeven door de grote geest, deze gave. Maar er zijn meerdere onder ons, ook in de jongere generaties, die een spirituele taak hebben. Maar we hebben één geheel te vormen met elkaar. Misschien maar even te binnen, maar ik zie haar niet zitten. Ik weet niet waar ze is. Onze dorpsmoeder Wendy Sabayo. Oké. Welkom. En ik hoop je straks ook even te ontmoeten. We hebben een grote taak. Dus even die twee vragen. Wat heeft Suriname? En dan heb ik het over de inheemse. Want de inheemse zijn de sleutel. Staat boven kijf. Ja. Dankjewel. Ja, dankjewel. En Olivia. Ja. Is precies wat wij ook in onze ronde tafeldialoog hadden afgesproken. Dat we gezamenlijk moeten gaan werken en voornamelijk dat wij spiritualiteit gaan overdragen. Want onze strijd is geen wapenstrijd. Onze strijd is een spirituele strijd, een geestelijke strijd die we moeten overdragen aan onze generaties. En daarbij moeten wij als zodanig gaan werken om draagvlak te creëren. Want spiritualiteit is aan ons gegeven. Religie is gegeven aan de anderen. Want zij lopen achter een religieuze leider. Wij hebben nooit achter een religieuze leider achterna gezeten. Maar we waren rechtstreeks verbonden. De Amianas, zoals zij waren, hebben nooit gesproken over de grote geest. De grote geest sprak tot hen en gaf hun opdracht. Dus, er is werk aan de winkel dat wij dus dan ons daarop gaan concentreren. Dank u wel. Moet anders een vraag? Ja. Stel jezelf voor. Goedenavond, mijn naam is Monique Sanchez. Ik doe onder andere Grand Cru toe. Ik had twee vragen. U geeft aan de kerken, het christendom, zeg maar, toch heel veel van onze cultuur heeft weggenomen. Ja. En tot op de dag van vandaag zie je dat ook inheemse toch nog naar het christendom overstappen en eigenlijk hun cultuur achter zich laten of zelfs weggooien. Hoe moeten we daarmee omgaan en wat vindt u daarvan? En verliezen we zo niet eigenlijk ook onze cultuur? Dat is één vraag. Ja. Dat is precies zo. Als wij dus dan is een mentaal wat wij mentaal verwarring met ons meeneemt, omdat wij onder druk dat hebben gedaan en dat werkt door. Als wij dus dan niet aanpakken om te zeggen,
dat het niet gaat over religie, maar het gaat over spiritualiteit. De spiritualiteit staat hoger dan religie. En dat wij dus dan ook die voorlichting moeten geven aan onze jongeren. Anders gaan wij allemaal aansluiten, want wij geloven dus in die dans van die christenen, die evangelische kerken. Want zij zijn de boosdoener die de dorpen nu in Suriname scheiden. Nog twee eigenlijk. Kijk of we nog tijd hebben. Maar er is een discussie. Ik hoorde hem zojuist ook. De een zegt Indiaan, de ander zegt inheems. Oké, u zegt nu heel mooi Amayana's. En ik zou dat ook willen, dat we misschien allemaal die naam als ons inheemse benaming gaan gebruiken. Ja. Maar wat zegt u? Kijk, ik persoonlijk zeg niet graag inheems, want ik vind inheems is niks. Het is een Nederlandse vertaling. Ja, en Indiaan, ja, ik kom ook niet uit India, hoe Columbus ons. Dus ik ben met beide niet blij. Hoe denkt u daarover? Op onze ronde tafel dialoog hadden we dus dan hierover uitgebreid gesproken. Dat wij nog minder ons Indiaan moeten laten noemen. Wij zijn geen Indianen. Het is een scheldwoord die Columbus heeft aangegeven bij de koningin dat hij Indianen heeft ontmoet. Indianen hebben geen land. Indianen zijn een salvages, zei hij aan de koningin. En om het te rechtvaardigen, om ons zo te noemen, hebben ze dan een staartje toegevoegd dat hij dacht dat hij in India was. Als dat zo was, dan zouden wij Indiërs genoemd worden. Toch? En als wij dan door de logica dingen bestuderen en de onderzoeken wat wij hebben gedaan, dan moeten wij dus dan afstappen. Want als we in Latijns-Amerika gaat en je ziet een inheemsman daar en je zegt tot hem Indio. Je zal wel dus dan moeten vechten. Ja, zeker, want dat is hij niet, zegt hij. Dus inheems hebben wij vervangen om van die Indiaan af te stappen. Maar doordat wij doorwerken, komen wij tot het vormen, want we zijn bezig tot het vormingsproces. Die bewustwording is er al. We begrijpen, vandaar, daarom zitten we allemaal hier. Maar wij moeten die vorming nou gaan brengen. En die vorming, toevallig, dus dat wij dus dan niet stil zijn blijven zitten, maar wij op onderzoek zijn gegaan. Niet ik vorming is al onderzoek gedaan en vastgelegd. En toevallig is dit in mijn handen, sprong in het verleden, om het zo te zeggen, die geraamte zit bij mij. Dus, we zijn geen inheemse, is een Mapranische volk, de Amayanas. Wij zijn Amayanas. Om het even aan te vullen, dus als wij volgende keer Ingide organiseren, horen wij te zeggen Amarana Day. Amayanas Day of de rode beschaving. De rode beschaving klinkt beter, omdat je dat beter daar moet beginnen. Okay. Het is een beschaving, een hoge beschaving. Het was niet een gewone beschaving. We hadden alles in die beschaving. Dus dag der rode beschaving. Rode beschaving, ja. Ik had nog een laatste vraag. U geeft aan van, nou ja goed, we staan 1:12, ja. 1:12. We hebben geen tijd meer en we moeten eigenlijk samenkomen. We zijn er best wel een klein groepje in Nederland en eigenlijk ook een kleine groep in Suriname. Ik ben blij te horen dat ook u zegt van, nou als je inheems voelt in hart en ziel, in nieren,
dat je dan inheems Amayana mag zijn. Maar hoe kunt u ons hier in Nederland advies geven hoe wij toch goed samen kunnen komen? Want we zijn in een fase misschien, in die bewustwordingsfase. En dat we het misschien onderling ook een beetje zo van, nee ik doe het goed. Terwijl als we het samen doen, dan staan we sterker. Kunt u ons advies geven, ja, of hoe denkt u erover? Oké, we hebben hierover ook gediscussieerd en, bij onze ronde tafel dialoog. Dat wij dus dan dit samen moeten doen. En samen afstemmen, groep inheemsen, en, Amerianas in Nederland en in Suriname. Dat wij met elkaar verbinden op basis van één gedachte. We willen onze identiteit terug en daarvoor vechten we. Dan gaan we voor wat onze identiteit is geweest. En daarvoor vechten we, want ieder heeft hun eigen identiteit, toch? En wij hebben dat niet. Ze hebben het gewoon verbasterd en uit elkaar gehaald. En nu moeten wij dus dan dat samen gaan doen. Zoals wij praten over Amiana en als dat hier klinkt, dan moet het ook daar klinken. Dank u wel. Dank u wel. Nog een vraag? Toevoegen? Ja, mag jij straks jou het slotwoord, lieve schat. Goedenavond, ik ben Johan Eckhardt. Ik heb vorig jaar 3 maanden de Rode Beschaving kennis mogen maken. Correct. Wel met een heel ander doel dan u vanavond hier presenteert. Hè. En ik vind spiritueel prachtig. Hè. Mijn vrouw is Hindoestaans. Die is heel spiritueel. Ik heb ze gisteren net van Schiphol gehaald omdat ze 3 weken naar India geweest is. Maar het doel waar ik er geweest ben is, en met name het laatste bij Kalawaskreek zijn we volop bezig geweest met de jongen, met een aantal, hoe zei ik dat dan, inheemse jongeren zei ik toch maar, om te kijken wat mogelijk is voor stroom, voor stromend water en dat soort dingen. Ik heb daar een plan voor geschreven, dat ligt nu bij het ministerie van Openbare Werken in Suriname. Mijn vraag aan u is, hoe is jullie band met die ministeries? Want uiteindelijk gaat het om geld, hè? En dan is spiritueel heel mooi. Alleen als je geen geld hebt, dan zullen er nooit zonnepanelen komen. Ja. Hoe is jullie band op dat gebied met de regering van Suriname? Ja, zoals u weet, is onze strijd opgestapeld. Dus... we strijden voor alles, toch? En de heethangijzers die hangen nu en dat is nog steeds de grondrechten. En nu komt herschrijving geschiedenis Suriname, waarbij de inheemse nu betrokken wordt. De geschiedenis begint bij Amiana. En of vechten voor die ontwikkeling, trouwens, u heeft gehoord wat kapitein Wendy Sabayo gezegd heeft over ontwikkeling. Dus elk dorp streef, maar we stuiten tegen iets, omdat wij dus dan die kracht niet hebben, we zijn los van elkaar. Toch? Als wij dus dan ook uit Nederland de strijd voeren, samen met ons, dan denk ik dus dat we meer wegen zullen openbreken. Want anders kijkt de regering ook niet naar je, als je geen politieke kracht hebt. En wij weten ook dat de macht zit bij geld. En dat is de wereld nu. Kapitaalwereld en macht. Dus wij streven langzamerhand daar naartoe. Echter zeggen wij,
We kunnen niet meer slapen, want wij moeten nog gaan inhalen. Dus wij, met u samen denk ik dus dat u ons versterkt om die doelen die we allemaal op stapel hebben te realiseren. Nou, 11 september, ik heb al geboekt, ik heb op mijn onderkomen al geboekt, dus dan ga ik weer voor 3 maanden. Ja. En dan heb ik al 2 afspraken met openbare werken staan om dat rapport verder uit te spitten. Dus geen idee wat eruit komt, maar dat gaan we dan zien. Oké, welkom. We zijn daar om te ondersteunen. Dank jullie wel. U heeft zometeen nog de kans om de heer Rigori zelf te spreken. Stel je vraag, doe het gerust. Wees niet passief, maar actief. Actief, heb ik gehoord. Samen, zelfleiderschap, spiritualiteit. Maar bundeling, wat ben ik vergeten? Hebben jullie goed opgelet? Amayanas. Vanaf heden dan maar nu gaan we dit in het leven roepen. Ik heb een vraag. Amayanas, ik heb dus woord van, maar wordt dat nu een ingeburgerde naam in Suriname? Per heden, per nu. Wij moeten zelf leiderschap nemen. We moeten zelf, wat ik net zei, zelf leiderschap. Onze identiteit terugbrengen, zoals het was. Dat u bij een primeur bent. Ja, u bent bij een primeur. Dat is de andere. Ja. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Dus, en dat bedoel ik ook. Zelf leiderschap. We gaan het zelf moeten gaan doen. Je gaat het zelf, dat woord Amayana, het woord, in leven moeten houden. Voor moeten brengen. Niet afwachten. We gaan niet meer afwachten tot iemand anders het... Maar gaat prediken van we gaan het doen. Nee, zelfleiderschap. Dat begrijp ik wel. Ja. Maar, per heden, wat ik zeg, u bent bij een primeur. Dank u wel. En dat mag straks. We zitten aan tijd gebonden. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het luisteren naar deze meneer, naar ons allen. En de kapitein, we wensen jullie een goede reis terug. Bedankt voor jullie inzet. We zijn nog niet klaar, we zijn nog niet klaar. Nog even wachten, nog even geduld. Want mijn lieftallige collega gaat afsluiten. Dank jullie wel in ieder geval. Dank je wel, Iria. Applaus voor Iria van Aijen. Ja, je moet buigen, ja. Jullie hebben het gehoord. Het begint bij ons. We moeten zelf leiderschap nemen. Dat wil zeggen, thuis hebben we allemaal een kale bas. Pak je kale bas, geef het voorbeeld vanaf huis uit. Pak je kale bas. Takwa mofo alamanting. Dat hebben we geleerd van onze voorouders. Laten we dat in stand houden. Onze spiritualisme. Laten we het in stand houden. En we gaan vechten. En overal moeten wij zijn met onze neus naar voren. Laat je zien. We gaan hiervan verslag maken. Worden nu live uitgezonden, laat je zien. Dus overal waar jullie een activiteit hebben, of wat dan ook. En ik heb het niet alleen over dansen. Want als we het over muziek hebben en dansen, dan zijn we altijd daar aanwezig. Maar voor dit soort bijeenkomsten, het is zeer belangrijk dat wij hierbij aanwezig zijn. Het is een primeur wat we nu gehoord hebben. En daar dank ik u hartelijk voor. Dat is ook namens... Mevrouw Irma Markiet, zij heeft dit allemaal opgezet. Dankzij haar zitten wij nu hier met z'n allen. En ik wil jullie allemaal bedanken. Ik kijk jullie aan. Ik hou van jullie. We zijn allemaal mooie mensen. Ik ben trots op jullie. Dank jullie wel dat jullie zijn gekomen. Ik wil mevrouw Wendy, onze kapitein van Mata, heel erg bedanken. En ik wil een hartelijk applaus voor haar. Ik wil ook de samenwerking bedanken van OSIP. U kijkt naar ons, dank u wel. We hebben een memorandum geschreven naar hun toe. We werken nu samen. Dank u wel, OSIP, Lloyd Reed, dank u wel.
ook een applaus namens heer Nederland naar u toe. Verder wil ik de heer Ligori heel hartelijk danken. Dank dat u hier aanwezig bent bij ons, bij uw familie, bij uw vrienden. Dank u wel. Een applaus voor de heer Ligori. Dank voor de organisatie, Celine, mijn collega's, Christine, Johan Eckhart. Kom even naar voren. Charlene, kom even naar voren. Onze adviseur, ik weet niet of hij hier is, Dean. Kom naar voren. Dean, hij heeft meegeschreven aan het beleid. Hij had de taken overgenomen van Irma Markiet. Onze coördinator Priya, zij is de coördinator van alle inheemse groepen. Ik mag geen inheemse groepen meer zeggen, sorry. Van Colombia, Peru en Brazilië en van Suriname. Wij zijn van Global Human Rights Defense. En ik dank jullie hartelijk dat jullie hier zijn vandaag. En we gaan het mooi afsluiten met een muzikale omlijsting. Ik wil ook een applaus voor Uriel. Sorry, ben je nu? Ja. Oké, sorry. Mijn andere lieftallige collega. Ja, een kleine aanvulling. Omdat we meer bereikheid willen, wil ik jullie vragen, vooral degenen die laat zijn, om even bij mij langs te komen in de hal. Willen we graag jullie e-mailadres of een telefoonnummer, zodat als we evenementen hebben, dat we meer mensen kunnen bereiken. Dank jullie wel. Dank jullie wel. En ik zou zeggen, tijd voor muziek. Let's dance. Ja. Wayaboom. Applaus. Oh, save.
Re, re, wa, to, re, re, wa, to.
Yes. Er is een lekkere borrel voor jullie op de gang. Ik zal